bedrijf Tomco is opgericht in de zomer van 2019. Het is 10 hectare groot en er wordt de klassieke trostomaten gekweekt onder full LED belichting. Het bedrijf wordt gerund samen met mijn zus. Mijn vader, die nu ook al 30 jaar ervaring heeft, helpt ons natuurlijk bij de dagelijkse zaken in het bedrijf. Het unieke aan ons bedrijf is de full LED belichting. Daar zijn wij van een van de eerste in België en in de Benelux. LED is eigenlijk efficiënter dan de andere belichtingen. U hebt meer licht voor minder elektriciteit. Ook het is minder warm. Doordat het minder warm is, moet u minder gaan luchten, waardoor u de energie beter in de serre kunt houden, waardoor dat eigenlijk ook een energiebesparing is. Nog een positief punt is dat de LED-belichting zorgt voor een vitaler gewas en ook kwalitatievere tros. Het is een sterkere tros die er dan voor zorgt dat de tomaten kwalitatief beter zijn. In de tuinbouwsector zien we weinig nieuwe starters. Ik denk dat de hoofdreden daarvan is dat de hoge investeringskost. Het bedrijf dat je zet moet van voldoende grootte zijn om mee te kunnen. Het werken in de tuinbouwsector vraagt inderdaad veel energie. Het is een job 7-op-7. Het produceren van kwalitatieve tomaten heeft mij toch de voldoening en de energie om dit verder te zetten. De perfecte tomaat voor mij is een kwalitatieve tomaat die mooi grof is, die een mooie rode kleur heeft, die mooi blinkt ook eigenlijk. Natuurlijk, die ook een goede smaak heeft. Agro Expo is een van de grootste land- en tuinbouwbeurzen in België. Het is altijd interessant om daar naartoe te gaan, om toch op de hoogte te blijven van de verschillende innovatieve zaken die bezig zijn in de sector. De sfeer op Agro Expo is zeer vriendschappelijk. Het gaat er los aan toe. Je kunt met iedereen een babbeltje slaan.